Hulderbus. Hulderbus op 5. Stressel op 3, de 94, nu in gevecht met Curvers. Daarachter de Camping Cowboy, de 212, Utrecht van Lokken. Jeffrey Hoeven en Raymond Bos. Komt de snelle man van Truckcentrum Waltrop, Lars Drescher, 94. Daarachter Pieter van Lochten, Peter Knappers. Problemen daarvoor, Lars moet achteraan aansluiten. Even vergeten. Zit niks nu weer aan de leiding, de 292, achtervolgd door Curvers. Zoals ik al zei, Erik Hoeven achtergebleven. Dix moet afhaken. Nieuwe leider in de wedstrijd, Jeroen Curvers, de 312. Rijdt hier een startfinish, de 34. Snelle Ford Fiesta. Dan Jeffrey Hoeven. Maar even problemen van Curvers. Raymond Bos nu naar 2. Curvers terug verwezen naar 3. Dan het gevecht om die vierde plaats tussen. Drescher daar aan de buitenzijde kijkend of de mogelijkheden zijn beneden zijn. Hoeven, 15-7. Hier is die ook in vele andere een Opel of een Volkswagen. Yes. In gevecht met Peter Knappers. 100 knop. Zeg niet hoeven. Jeffrey Hoeven en Raymond Bos. Heel dicht bij elkaar nou, de 34 en de 33. Laatste ronde. Kijk, aan de buitenkant, klein foutje. Zijn eerste mars naar de man van Sasa Trading. Uit Grubbevoort, Jeffrey Hoeven. Kijk, dat de motorrusten nog steeds goed is. Raymond Bos wordt tweede, Jeroen Curvers. Stressel vijfde. Pas bij de Briskaaf 2. Kijk met de trein op. Het is Alejandro Smits, de 313 die de leiding neemt voor de 513. Angel Rosema. En dan komt de winnaar van eerst voor de Friesland wel te verstaan. Gaat hier mis voor Angel Rosema. Kijken hoe het met Angel is. Die dan toch veel te snel vertrekken. En natuurlijk voor de Grensland Cup. Kasteel Ooi. Steekhouse. Roland Steekhouse. En Blanco.
Oen Black met de Stokker F2 junioren. Alle goede dingen in de regio zullen we zeggen. De leiding heeft genomen. 199, de eerste marge. Dan Angel Rozema, dan Wessel Drost. Dan Rick Maassen. Dan Aaron Terpstra aanwezig. Uit het hoge noorden, helemaal afgereisd naar Postbrood. Alejandro Smets, nog steeds aan de leiding, de 313. Je ziet dat deze jongeman stappen maakt, steeds beter in zijn ritme komt. Aan de binnenzijde voorbij bij Alejandro Smets. 199, 313, 27, 140, 174, 643. Toegestaan. Jesse Schouten weet al een behoorlijk gat te slaan naar de nummer 2, Alejandro Smets. Rode daken voorbij laten omdat hij weet dat hij zich niet in die strijd moet gaan mengen. Het Maas is een fractie sneller. Heel goed, voor het eerst hier. Maar ik dacht wel een klein foutje en de Rick Maas gaat binnendoor. Rick Maassen nu naar 2, de 140. Het lijkt erop dat Wessel Drost een paar probleempjes heeft. ...199, 140, 27, 174, 643. Zwart-wit geblokt, 199. Wacht, hier is een tweede overwinning vandaag. Maassen wordt tweede.